Nou, je ziet het. De fans van PSV zijn door het dolle heen. Na een superspannende wedstrijd blijft het 1-1. En uiteindelijk zijn er zelfs penalties nodig. Een hoop zitten er niet in. Maar Fabio Silva van PSV weet de winnende te scoren. Ja, goed. Fantastisch. Ja. Heel goed, hey. Thomas. Oh, geweldig, joh. Prachtig, prachtig. Vooral na die penalties. Ja, ik kan het niet geloven. Bijna geen stem meer over. Wat heeft Ajax niet aan gehoord? Ajax, helemaal niks. Helemaal niks. In Amsterdam. Dit seizoen gaat het veel over supporters die zich misdragen tijdens wedstrijden. Vandaag gaat het goed en zijn er vooral opstootjes op het veld. Vooraf waarschuwde de politie nog voor het meenemen van illegaal vuurwerk. De Kuip stroomt vol met fans die uitkijken naar de bekerfinale. Sommigen willen vuurwerk naar binnen smokkelen. Er wordt streng gecontroleerd. Heb je vuurwerk bij je, dan geen bekerfinale voor jou. Maar dat was toch niet helemaal het geval. Er zijn tientallen mensen aangehouden bij controles. Maar er was vuurwerk zat in het stadion. De sfeer bleef verder dus goed en achteraf werd een PSV'er zelfs gefeliciteerd door een Ajaxiet. Gefeliciteerd, kerel. Dank je wel, kerel. Verdiende overwinnen, jongen. Ja, wat onwijs sportief, zeg. Tuurlijk, tuurlijk. Zo hoort het toch. Eén ding is zeker, in Eindhoven brandt nog tot laat het licht en gaat het feestje nog wel even door. Eindhoven, we love you! Hey! Ja, dames en heren, we zijn geen kampioen geworden, maar we hebben wel de beker gewonnen. Hoera!